Je kunt natuurlijk uit een vliegtuig springen om de kick van skydiven te ervaren. Maar voor bangerikken zoals ik is er ook iets anders, namelijk indoor skydiven. En ik ga vandaag ervaren hoe dat is en hoe het allemaal in zijn werk gaat bij City Skydive. Hallo, hoi. Jij moet Jos zijn. Aangenaam, ik ben Jos. Wauw, wat vet wat je net allemaal deed. Ja, vet hè? Ja, echt super cool. Lijkt me ook wel super spannend eigenlijk hoor. Wil je weten hoe het werkt? Nou, daarom ben ik hier. Waar al die wind vandaan komt. Ja, ik wil het heel graag weten. Nou, ik ga het je laten zien. Kom maar. Top. We staan nu hier voor de tunnels. En je kunt hem ook zien. En eigenlijk is het hele grote gebouw van ons eigenlijk een hele hoop lucht. De wind gaat de hele tijd rond en rond. De engines zijn erachter. Dan gaan we zo meteen naartoe. Die blazen de wind naar onderen toe. Ja. Dan gaan ze door de turning vanes heen. Dan komt de lucht naar voren toe. Daar gaan we straks ook even naartoe. En dan komt die naar ons toe, waar we nu zijn. En dan wordt het helemaal samengedrukt. Ja. Waardoor de wind een hele hoge druk krijgt. En dan kunnen we vliegen. Wauw, dus het hele gebouw staat gewoon in verbinding om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dat hebben we allemaal nodig om te kunnen vliegen. Hé, en hoe diep is dit? Dat ziet er best wel diep uit. En hoe hoog? Nou, dit is gewoon buiten op het grondniveau. Ja. We zijn nu op de vierde etage. En dat gaat nog 23 meter hoger. Wow. Daar kun je ook helemaal naartoe vliegen. Wauw. Oh, nou, bespaar met. Ja. Laten we eerst, waar gaan we eerst heen? We gaan nu naar de engine room, naar de top. Motoren. Laten we dat doen. Nou, hier gaan we naar beneden. Let even op je hoofd. Oké. Okay. Gaan we even naar beneden, zegt hij dan. Dit is wel echt super vet, maar waar zijn we nu? Nou, we staan hier nu, je ziet het al. Tussen de motoren. Ja. Ja, die wind die komt natuurlijk ergens vandaan. Ja. Precies hier. Maar het is echt extreem dit. Wow. Dit is echt niet normaal. En dit is er maar eentje. Per tunnel zijn het er vier. Auw! Wauw. Dit is echt heftig. Maar gaan die dan ook extreem snel om de wind te circuleren, te laten circuleren? Ja, best wel hard. Maar omdat we net voor het net de tunnel ook een stuk smaller maken, neemt de druk heel erg toe. Waardoor je alsnog makkelijk kan vliegen. Dus waar we zo meteen naartoe gaan, beneden. Ja. Stel de tunnel staat aan, dan kun je daar eigenlijk gewoon staan. Terwijl ze bovenin wel aan het vliegen zijn. Echt waar? Ja. Wauw. Ja, is dat bij die roosters die ik zag? Ja. Of niet? En waarom zijn die schuin? Ja, de wind moet natuurlijk steeds rondgeblazen worden. Ja. En in elke hoek moet de wind wel de hoek om. Dus die lamellen blazen de wind de hoek om. Vandaar dat alles schuin loopt. Ja, check. Zullen we daar een kijkje gaan nemen? Ja, doe maar. Ik ben echt reuze benieuwd. Jeetje! Oké, nou, tot over een half uur. Zijn we op de begane grond? We hebben het gehaald. En we gaan nu de tunnel in. Maar dat is niet tunnel. Het gedeelte waar we vliegen. Oké. Okay. Maar het stukje helemaal beneden. Oké. Okay. Oh, wauw. Kun je hier vasthouden? Oh, wat is dit bijzonder. Als hier iemand hier nu vliegt. Kun je hier gewoon blijven staan. Hou op met me. Het is hier zelfs nog lekker warm ineens. Zeker. Wat vet dit, hé. Ja, dit zijn dus de turning vanes. Ja. Die blazen de wind de bocht om. Ja. Zodat we daarboven kunnen vliegen. Nou, we zijn nu in de control room. Ja. Zometeen gaan ze daar vliegen. Mm-hmm. Wij gaan daar zometeen vliegen. Ja. En hier zit zometeen iemand die de wind bestuurt. Oh, deze persoon is heel belangrijk. Deze persoon is heel belangrijk. Kijk, als je aan het grote wiel draait. Zo! Hoor je dat? Ja, ik hoor het zeker. Omhoog gaat. Ja. Dus straks gaan we vliegen. Met ongeveer deze snelheid. Rond 150 km per uur. Wauw. En nu zijn die engines waar we net waren dus keihard aan het ronddraaien. Ja. De wind komt via onder waar we net waren hier omhoog. De roosters en dan hier doorheen. En dan kunnen we hier vliegen.
Mag ik ook een keer aan het draaien? Ja, probeer maar. Het is bizar. Het voelt een beetje alsof ik een vliegtuig aan het besturen ben. Ja. Zeg maar, zoveel herrie maakt het. Het is echt best wel spannend. Mag je nog harder? Echt? Draai maar eens helemaal terug. Oh, wauw. Mooi systeem hoor, dit. Super simpel. En de vraag, durf je het aan? Ja, ik durf het wel aan. Ik vind het wel een beetje spannend, maar ik ga het gewoon proberen. Ik ga je helpen. Ja, nou, je kunt niet zo vliegen. Nee, dat lijkt me niet. Je moet wel even iets charmants aantrekken. Dus dat charmants gaan we nu doen. Oké, bedankt hè.